Hey allemaal en leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Vannacht is Paren hier de nacht al wakker gebleven om de biggen te vangen, zeg maar. Zorg die werpen ze er natuurlijk uit. Maar in verband met de kou van dit weekend blijven wij er extra bij staan dat wij ze snel onder de warmtelamp kunnen leggen. Omdat wij natuurlijk niet veel verwarming hebben in de stad en wel biggenmatten en warmtelampen. Maar verder staan de deuren en zo gewoon los zodat de varkens nog naar buiten heen kunnen. En hebben we dus weinig warmte in de stal. En om de biggen toch een kans tot overleven te geven, leggen we ze dus kort nadat ze zijn geboren even onder de warmtelamp. En kort daarna weer bij de spin om biest op te kunnen nemen. Verder ga ik mezelf weer een paar andere biggetjes bij de zorg leggen. We leggen ze hier dus om de beurt aan. Nou, om de beurt niet standaard, maar de eerste paar uur proberen wij de kleine biggen ook genoeg de kans te geven om bij het uien te komen. Want die worden vaak een beetje verdrukt door de grotere biggen. En meestal doen wij dus ook rond voedertijd en tussen de middag even de grotere biggen een half uurtje apart leggen. Zodat de kleine biggen even kans hebben om rustig wat te drinken. En zoals je ook kunt zien liggen hier twee zorgen bij elkaar in het hok met de biggen ook bij elkaar. En ja, dit hebben de zorgen eigenlijk zelf gedaan. Niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar ze hebben het schotje tussen de twee hokken hebben ze er uitgetild met de neus. Waardoor ze dus nu bij elkaar kunnen komen. Maar de zorgen die accepteren de biggen van elkaar. Dus de ene zorg accepteert de biggen van de andere zorg. En eigenlijk komt het bij deze twee zorgen wel heel mooi uit. Want de ene had een paar kleinere biggen ertussen zitten. Die kon net niet voldoende melk geven. En nu zie je toch wel heel erg terug dat de biggen eigenlijk allemaal even groot zijn ondertussen. En dat ze allemaal een mooie groei halen. En ook de zorgen die, ja, die liggen net zo mooi rustig naast elkaar. Daar is niks over te klagen. Verder ga je in deze vlog vooral beelden zien van wat wij de afgelopen week hebben gedaan. We hebben het bouwland al grotendeels bewerkt. Op wat percelen hebben we de vaste mest rondgestrooid. En ook de drijfmest is op wat percelen al toegebracht. Verder hebben we alle stukken gecultiveerd. Dus de grond alvast iets losgetrokken zodat we er makkelijker met de bemest eroverheen kunnen. Dus nu wat het binnenkort ploegen en dan hopen dat het snel weer warmer weer wordt. Zodat we dus ook mais kunnen gaan zaaien. En het grasland is laatst allemaal bemest. En nu is het dus gewoon wachten tot begin mei, midden mei. Ligt een beetje aan wat het weer doet en wat het groei van het gras doet. En dan kunnen we dus ook de eerste snede gras maaien. En zoals je kunt zien moet ik nu eerst de biggetjes een paar brokjes indraaien. Want ze beginnen nu wel erg hongerig te worden. Dus, Deze bakken staan extra bij in het hok zodat ze extra veel voer en ook snel voer op kunnen nemen. Want dit is vooral de periode na spelen een belangrijk punt. Dat de biggen goed het voer beginnen op te nemen. Zodat ze niet heel erg zwak worden, teruggaan in de opname. En daardoor dus ook zwakker worden voor ziektes. Nou, de dames en heren zijn weer tevreden. Ze hebben weer wat te eten. Dus het is ook al direct een stuk rustig in de kraam, zoals je al kunt horen. Maar ja, naast dat wij het bouwland dus hebben bewerkt de afgelopen tijd, hebben we de zorg ook voor de eerste keer naar buiten gedaan. En helaas heb ik het niet helemaal kunnen filmen, want en mijn telefoon was leeg. En ja, de zorgen gingen dus ook voor hun echt voor de eerste keer naar buiten eens. Het was nog niet eerder hier gebeurd. En ook bij de zorgen was het nog niet eerder gebeurd. En het stroomdraad en alles was dus al nieuw voor hun. Ze zijn natuurlijk al wel in de buitenuitloop geweest. Maar ze zijn nog niet echt in de weide zelf geweest. Dus alles was nieuw voor hun. Er is inderdaad ook al een zorg door de stroomdraad heen gevlogen. Gewoon uit de schrik vanuit de schok van het stroomapparaat nog weer. En dan niet weten welke kant ze om moest. Is er de eerste keer doorheen gevlogen. Maar ze hebben al vrij snel met elkaar overlegd dat ze beter binnen de draden kunnen blijven. En het gaat dus nu heel goed. Ook hebben we vannacht nog 30 varkens afgeleverd. Dit ene hok dat was al leeg en het andere hok hebben we dus vannacht leeg gemaakt. Ja, wat van de varkens die in dat hok gelegd waren hebben we dus met die aflevering naar het andere hok in gedaan. En doordat er weer twee hokken leeg waren was het voor ons de mogelijkheid om ook even de hokken schoon te spuiten. En meestal dan laden wij zondags naast, dus van zondag op maandag. En dat hebben we dus vannacht ook gedaan. Om 4 uur was de vrachtwagenchauffeur hier. En het ligt er maar net aan hoeveel varkens er zwaar genoeg zijn. Dat moeten we van tevoren een beetje inschatten. Maar voor deze keer hadden we dus 30 varkens die mee konden naar de slacht. En ook zijn de hokken dus alweer fris en fruitig. Nog even opdrogen en ze kunnen weer door naar de volgende ronde. De hokken waren dus al schoon, maar ik loop er even langs om te controleren dat de kleppen van de koelmachine goed dicht zijn. En ook of de buren van het schoongemaakte hok goed te pas zijn. Mijn hok is er nu wat natter omdat het ernaast natuurlijk schoon is gespoten. Dus ik denk dat ik er zometeen nog een beetje droog stro bij in doe. En dan kunnen we vanavond ook lekker slapen. En verder heb ik dit keer jullie eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen. Hopelijk zie ik jullie snel een keer weer.